Dus het is niet slechts een muziekpodium, het is niet slechts een plek voor film, het is niet slechts een plek voor media. Het hele do-it-yourself, dat zowel in het gebouw naar voren komt, maar ook in de manier waarop mensen werken. Bijvoorbeeld in de studio's. Je kunt zelf een film maken, je kunt zelf... iedereen kan muziek maken in principe. Wat kunnen mensen hier doen? Ze kunnen hier werken aan analoge geluiden. Wat je ziet hier zijn analoge synthesizers, een beetje uit de begin jaren 70. Dan moet je het echt helemaal zelf doen. Dit is geen preset die je bij helpt van ga naar menu. Nee. Daar staan de oscillatoren. Jij gaat draaien, jij gaat schakelen en patchen en dan maak jij muziek. Yo, bedenk. Hey, zeg jij van de week hadden jullie toch problemen met die aardpijn om het geluid eruit te halen en te routen? Want ik zet hem nu aan en... Dan krijg ik ook weer geen geluid. Zelfs als ik gewoon heel simpel via kanaal 1 en 2 de mixer inga. Voor mij was het een gevoel. Toch ook wel een beetje familie. Leuke mensen, leuke plek, ongedwongen sfeer. Iedereen draagt bij aan een beter Rotterdam of een mooi plekje. Waarom is geïnteresseerd in een... Ja, ik zou zeggen in een bepaalde avant-garde of experimentele manier van werken met verschillende media, maar ook op een, met een knipoogje. Ja, onze core business zeg maar is toch wel muziek met een bepaalde edge. Voor ons is het een beetje een kwaliteit. Weet je, het moet niet altijd zeg maar rechtlijnig en te makkelijk te zijn. Ik bedoel, mensen moeten zich ook een beetje uitgedaagd voelen om hier naartoe te komen. Yeah, we join the dots as well between a lot of different things and also put contrasting things together. Maybe, sometimes people wouldn't expect that. Entertaining the eccentric. Ja, ik denk dat is het echt.